Onder andere oud-PSV-spits en assistent Patrick Kluivert verrichtte vrijdagmiddag de Europa League loting. PSV treft in de groepsfase Napoli, Dnipropetrovsk en het Zweedse AIK. Ja, de zondag tegen AZ spelen is voor mij veel belangrijker dan die loting, eerlijkheidshalve, want die begint pas 20 september. Het zijn gewoon interessante ploegen. Napoli is veel van bekend, niet zoveel. En de ploeg uit Stockholm, die staat derde, ook weinig van bekend. Maar als we straks tegen ze spelen, is er alles van bekend, dus... Ben je een beetje tevreden over? Ja, met loting weet je, het kan beter, het kan minder. Er zijn makkelijkere groepen en er zijn moeilijke groepen. En in december weten we of we het goed gedaan hebben of niet. Advocaat is niet ontevreden met de loting. Nou, wel interessant. Napoli is natuurlijk, blijft interessant. Zweden, van Wesola, die kent die spelers allemaal. En Oekraïne, ja, moeten we afwachten. De eerste wedstrijd staat op 20 september gepland.